Het was dus een gevoel, een manier van kijken. Kijken naar de dingen, naar het leven, naar de mensen. Met respect en wars van arrogantie. Eigenlijk is het gewoon doen. En Bananensplit. Bananensplit is een programma waarin wij op een buitengewone manier naar gewone mensen kijken. En de Tros staat dicht bij die mensen. Daarnaast, nooit erboven. Dat kunt u heel duidelijk zien op de donderdagavond, Trosavond. De zaak tegen Patrick Kluivert en zijn vrienden is heropend. Ging het nu om groepsverkrachting of was er sprake van vrijwillige seks? Bij ons het meisje waar het allemaal om draait, Marielle Boon en haar advocaat. Verder voor een gesprek en optreden, Anthony Kamerling en Isa Hoes. En we hebben vier gasten die samen 410 jaar oud zijn. Ik beloof u een opmerkelijk uurtje straks. Om ongeveer 8:50 beginnen we met de tv-show. Ja, na de Tros tv-show bezoekt Jaap Jongbloed de kinderen in Burkina Faso, die hij daar in 1985 heeft ontmoet. Zij werden toen geholpen door het Liliane Fonds. Een fonds dat gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden helpt. Jaap kijkt nu, 12 jaar later, hoe het met ze gaat. Ja, om 11:05 begint Studio NOS en wij zijn er dan weer om ongeveer 11:30 met de comedy Agony Again. En ook nu wordt het lachen als niet vermoedende mensen in het ootje worden genomen door opperbanaan Ralf Imbar in het nieuwe Bananensplit. En vanavond heeft hij een charmante gelegenheidsassistente. Ben je vandaag ingehuurd? Vooral is je sollicitanten. Ja, mevrouw. Dan ben je nog wel even zoet. Dames en heren, de nieuwe Bananensplit met Ralf Imbar. Dankjewel. Welkom bij ons programma in deze tijd van zoetigheid. Zoete kindjes, zoete pepernoten en zoete marsepein. Lust jullie vast nog wel een portie nieuwe Bananensplit. Good evening, Sally. Where's Sunny? Good evening. He's preparing for this evening's number. Aha. Preparing for number right. Oh, yes. Oh, yes. Okay. He's working. Okay. We know you're working. We hebben het gehoord, dat je weet. Where are your shoes, by the way? My shoes are by the kachel. By the what? The kachel. Oh, by the kachel. Ah, goed. Je schoenen zijn bij de kachel. Heb je ze neergezet? Je probeert het weer. Ze probeert het weer. Wat mij gebeurt van de week, ik zit ook mijn schoen. Ik kijk de volgende ochtend, zijn mijn geurvreters gestolen. Ja, flauw. Morgen, het heerlijk avondje, maar voor veel mannen is dat vanavond al gekomen. Want hier is Tatjana. Welkom. Water. Ik herken veel. Maar? En je hebt allemaal kleur. Ik kijk meteen naar mijn borst. Alle kleur haar. Ja. Aha. Is dat al lang zo? Twee weekjes. Zeker. Wat vinden jullie ervan, jongens? Ja, laat mij maar even uitdollen. Ja, even dollen. Morgen is het weer zover. Hoe lang vier jij al Sinterklaas? Nou, niet zo lang eigenlijk. Want toen ik een klein kindje was, ja, toen was er bij ons in Joegoslavië nog communistisch systeem. En in communistisch systeem was dat niet zo erg actueel om kerst of Sinterklaas te vieren.
Jij bent hier vandaag als medewerkster van Bananensplit. Mm-hmm. En niet als slachtoffer, nee. Want daar beginnen wij niet meer aan. Nee, wij niet. Dat weet niemand. Nee, wij wel. Waarom? Het is hem namelijk niet gelukt, jongens. Het is mij niet gelukt. We hebben een keer met een hele ploeg klaargestaan voor ontvangst in Londen. Alles omgebouwd, verborgen camera's op twee etages en toen was het zover. Toen kwam je niet. Dus dat is de enige keer dat er iets mis is gegaan. Dan vind ik dat ik ook een trofee verdien. Eigenlijk. Ja. Ja, kijk, die afspraak van ons is mislukt als slachtoffer, maar in Rotterdam is die... Kijk ze meteen aan. Ja, daar gaan ze al. Daar is het heel goed gegaan, in Rotterdam. Ja. U moet nog even weten dat het is opgenomen op de avond van de Interland Nederland-Turkije. Maar voor onze man die de afspraak met Tatjana had, die dus in ons complot zat, werd het een avondje Nederland-Kroatië. Met twee ballen. Niet alles verklappen. Jij was gisteravond in de bejaarde van Dreef, hè? Wie stond er eigenlijk naast je? Wie was die vrouw? Die ging op een gegeven moment... Dat is Monica. Waar ken jij die van, man? Dat is een vriendin van Cor. Van Cor? Dat is een vreemdkrijze jongen. Dat is mooi slank, goeie vriend. Dat is een man. Die glimmer moet je mooi lange benen. Ik heb wel lange benen, neem ik aan. Dat was een heel prettig verder, dat maakt het niet uit. 5 uur gauw uitgelopen, dan lig je uit de weg met die benen over je rug heen. Dat is toch ergens kwijt of niet? Dat wel. De rug dat doet Van Goppen trouwens nog mee vanavond? Nee, hè? Nee. Maar wij zouden vanavond voetbal gaan kijken. Daarom zijn we natuurlijk ook gezellig hier met z'n drieën, omdat we daar een knapje gaan eten. Ga dan godverdomme weer niet vertellen dat je niet mee voetbal gaan kijken. Hè? Ja, het spijt me. Ik heb vanavond mijn eigen wedstrijd. Ja, dat weer. Zeg wat? Mijn eigen wedstrijd. Gelul, HVV speelde altijd op zondagmiddag. Vanavond speelt hij ook tegen Kroatië en dat is mijn eigen wedstrijd. Dus je wedstrijd met twee ballen. Wat dacht je daarvan? Moederlijk tegen Kroatië met twee ballen. Ja. Wie heeft die al met over? Wie is die andere bal dan? Tegen een naam. Joh. Tegen een naam. Met twee ballen. Ja, dat is vrij normaal bij een vrouw. Beat me, guy. Beat me. Twee weken terug. Nederland, Kroatië en twee ballen. Wat is Kroatië er uit maken? Ja. Tussendoor. Ja, maar daar komt ze vandaan, jongen. Daar komt ze vandaan. Wie is ze? Luca. En hoezo is ze überhaupt al dat er een vrouw in het spel is? Wil je zien? Ik heb een foto aan het kijken. Jij, luister even, wil je zien? Jouw smaak van vrouwen is tot nu toe niet denderend geweest. Dus laten we iets heel moois over tafel. Wil je er zien? Ja, natuurlijk. Op een foto. Dan maar zien. Dat raad je nooit. Jongens, ik ga vanavond met Tatjana opstappen. Dag. Dag. Je bent helemaal gestoord, man. Is dit wel trouwens? Nee, look alike. Jongens, dat is een aantekening. Persoonlijk van de kreeg. Je zuster opgewerkt. Dus. Ja, maar. Nee, echt niet. Ik kom je eraan, man? 2 weken geleden. Ik heb jou aangebeld en... Persoonlijk van de kreeg. 2 weken geleden was ik met Bert op stap in Amsterdam. Ik kom er tegen het Palladium, dus was eruit met een groepje vriendinnen. Alleen een beetje praten en ik had in eerste instantie helemaal niet in de gaten dat zij het was. Dus ik zit met haar te praten. Laat ik het zo, ik doe mijn best. Laat het maar mee over, dat komt het verder wel goed. Ja, ik laat het wel, ja man, we worden mooi gewoon weer. Maar goed, hoe laat ik me niet af? Ja, ze komen zo ophalen. Ja. Klopt je niet, hè? Wat doe je zo? Nee, nou. Wie ben jij dan? Ja, vanavond gaat er even. Kom hier, dan zou je dit hebben. Nee, kom, dat moet je missen. Dat is gewoon een loopje. Dat is gewoon een loopje. Vind je het erg als ik deze weer mee neem? Ja. Hallo schat. Hoe is het? Mag ik even voorstellen? Ik heb zwaar nog. Even wachten. Even. Ja, ik moet de oortjes hebben van gesproken gisteren. Dat is niet heel goed. Nee, maar goed. Dat mag de pret niet drukken voor vanavond. Ik wil wel. Dat is Ringo Hossewaar. Ja. Dus
Oké, dan wachten we even. Ja. Waar heeft u dat geld vandaan gehaald, joh? Ik zat op te wachten. Nee, we zeggen zo. Je hebt zwaar de boekblad nog. Zij is gek op mij. Ik ben gek op haar. Wat wil je dan nog meer? Maar dat kan toch? Omdat ze nou toevallig bekend is, is het opeens van... Je hebt weer de boekblad nog moeten trekken. Ja, zo mooi ben je ook nog niet. Ja, voor jezelf is het niet. Ik geef het tenminste toe. Zij is helemaal gek voor. Mooi verhaal. Mag ik even met hem praten? Ja. Is goed. Wil jij met hem praten? Dan kun je er even met hem praten. Maar mij niet uit. Ja. Er komt toch geen spel tussen. We zijn alle twee hartstikke gek op elkaar. Ja. Ja. Dat is geen koep. Wat is het, Jana? Nou, hij wil wel even met je praten. Ja. Gaan we even zitten hoor, dan maak ik wel plaats voor je. Ik mag niet blijven staan hoor. Oké, okay, we gaan ook zo meteen weer weg. Zeg maar, Spa. Ik ben spraakloos. Dat heb ik hem net ook gezegd, dat we hartstikke even psychisch verwerken. Nee, maar dat kan ik me alleen niet voorstellen. Dat heb ik net ook gezegd tegen... Ik bedoel, een mes gewoon. Een mes? Dat heb ik net... Psychisch soms anders zijn dan een mes. Nee, helemaal niet, schat. Geef die dame even wat te drinken? Ja. Nou, mijn ouders moeten we stoppen en wij moeten weg. Wij moeten weg. Maar... Dat was het enige... Gezellig hoor. Wat van jullie kunnen wensen een prettige avond? Dankjewel. We zullen nog eens een afspraak maken. Maar hij wil heel graag zijn vrienden laten zien. Ja, goed, hou je in. Hele fijne dag. Krijg je tijd? Doet hij altijd. Echte kerels, hè? Oh, wauw. Kom op, we gaan. Nou, jongens, wij gaan. Ja, doei. Doei. Wat gek geworden, ja. Ik kan niet. Nee. Ja hoor. Even normaal. Dit kan niet. Dit kan toch niet. Ja. 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 Jongen. Heeft die wereld voor elkaar? Nee, dat kan niet. Ja. 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 Die minkukkel ziet er niet hoe ze leven heeft. Ziet trouwens netjes in de draai om 5:00 hier met onze pina. I was fine. Jongens, Christian die had toch niet zo'n reputatie van de grote versierder? Nou, nee. En Ringo, die zei daar iets toen hij jou een hand gaf. Proost jongens. Ja. Alan Funt heeft de wereld de Candid Camera geschonken. Hij is dus de goedheilige man van de verborgen camera. Zoon Pieter volgde hem op, een soort zwarte Pieter dus eigenlijk. En dat kinderen niet alleen van de Sint houden, maar ook alles weten van de ware liefde, dat blijkt uit de volgende opnames van onze Amerikaanse collega's. What are the things you could love in your life?
Dog. Dogs. People. Right. Rabbits. I like Emily and dinosaurs. But how do the people know when they're in love? That's kind of a hard question. Yeah. We watch TV and I let my daddy watch football and stuff. Because you love him? You are a nice daughter. You let him watch football, huh? Mm. Which do you like better, hugs or kisses? Kisses. Why? Because I really love my family. What does love mean? It means that get married. You're gonna fly over the wall. La, la, la. Should I give her a little present, maybe? You can give her some board seat or something. Some what? Board seed or something to get the birds too. Bird seed. Is that right? Yes, and you can put it in a special basket. Isn't that sweet? So I could get a girl to love me by giving her bird seed? Mm-hmm. Listen, I never would have thought of that. 4 years old, you already know about love? Mm-hmm. And boyfriends? Mm-hmm. Oh. And rabbits. And rabbits. What does love mean? Well, we can know that. Love means love. Love means, like, love means that I don't know. You don't know. So that's the hardest question, too. Where does love come from? Up in heaven. Ah. So when God thinks that since God's all the way up there, he can see all the words from down here. And when he sees that somebody's in love, he puts like a love sprinkle or something right down here. Since God's invisible, his dust is invisible. And then when he sprinkles it down, you can't see it, but you can feel it. And what do you do once you've got that in you? You just go up to the person and say, I love you. They know that they're in love because, well, actually, it's not really true that when you're in love, hearts go on your eyes. Hearts? Yeah, because in TV shows, hearts spread on your eyes because you're in love. Van vandaag van Sunny en Sally is een echte stunt, een real stunt. En als dat nou maar goed gaat, u kent het wel, een motorrijder die met grote vaart over een serie auto's heen vliegt, in de hoop er heel huids weer overheen te komen. Nu dachten wij, dat is te gevaarlijk, de reputatie van Sunny kennende, dus hij doet het op de fiets. En omdat wij geen plaats hebben voor auto's hier in de studio, dan doen we het maar hier met gewone mensen. Thank you.
Wie heeft er niet gegriezeld bij de film Robocop? Wij hebben besloten daar een eigen en wel historische versie van te maken. En waar kun je dat beter doen dan op het beroemde kasteel Loevestein? U weet wel van de boekenkist van Hugo de Groot. Een tijdje terug werden wij gebeld door de directie van Slot Loevestein met de vraag of wij misschien iemand wisten die het leuk zou vinden om daar te komen werken. Nou, dat is nooit een probleem bij ons, want wij hebben hele lijsten van zeer gemotiveerde werkzoekenden. Ik zeg altijd maar, beter een bananensplitbaan dan een melkertbaan. Oh jeetje, haar was niet goed gedaan. Moment hoor. Zie, dat hoofd is iedere keer. Gaat het hoofd aan, moet hier even op, want het is zo'n lelijk gezicht. Zo. Zo. Valt haar een stem of zo dan? Nee. Nee, zo dat hij erop blijft zitten. Dat het haar hier even af en het geeft het erop. Het schoonmaken. Met een beetje water. Ja, is lekker. Een heel goed idee. Ik zal hem vasthouden. Ik zal hem wel vasthouden. Ja. Gaat het niet wat zo? Alsjeblieft. Dankjewel. Ken je misschien de geschiedenis al van Loevestein? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook niet iets wat heel bekend is hier? Nee, dat spijt me. Ik kan echt niks... Hugo de Groot. Ja, die is van die boekenkist. Die hebben wij ook hierboven. Ah, nee. Ik heb nog een paar vragen, maar ik wil u ook even die kist laten zien. Dan kunnen we daar even praten, want in onderwijl praten we ook even wat de functieinhoud is. En of ja. Dat, kunt u even die sfeer proeven ja. Wat u... Ja, dit is eigenlijk niet zo... Nou ja, als u... Ja, nou, ik ben niet dik, dus als je dikker bent, dan zit je wel benauwd in zo'n trappengat. Even kijken. Maar ik ben wel benieuwd naar die machines waar ik de voor me doe, dat het heel zwaar is. Hallo? Ja? Ik kom er al even. Tot zo, joh. Hoi. Ik moet heel even weg. Ik ben zo terug. Nog water nemen? Ja, dan moet ik hier dit even zoeken. Ja, alleen zoek mee. Of een boekje is misschien ja. Leuk. Zes even Loevestein. En dit is die Hugo de Groot van die kist wat we net hebben. Ja, oké. Mocht u dat.